Vandaag de eerste sketchcrawl in Zwolle. Wat is dat? Een sketchcrawl is een tekenmarathon. Die wordt wereldwijd georganiseerd op dezelfde datum. Nu gaan dus mensen overal ter wereld bij elkaar zitten en tekenen. Dus nu tekenen over de hele wereld tegelijk met elkaar mensen? Ja. Ja, niet precies tegelijk, want in Australië is het natuurlijk 12 uur eerder dan hier. Maar, Wat is dan het idee daarachter? Het is eigenlijk begonnen met één man waarvan Amelieke heel goed de naam uit kan spreken. Die heet Enrico Casarosas. En die ging tekenen. Die wou voor zichzelf een tekenmarathon houden. En die heeft andere mensen geïnspireerd om ook te gaan tekenen. En dat is eigenlijk ook het hele idee erachter. Dat je om bij elkaar te komen, elkaar inspireert om gewoon een creatief moment te hebben. Hoi. Wat ben jij aan het tekenen? Een rivier met een huisje in de buurt en bloemen. Even wat vragen. Wat bent u aan het maken? Nou, ik ben even Pieter aan het tekenen. Ah, oké. Okay. Even de check. Ja, check. dat ziet er goed uit, ja. Wat is jouw inspiratie vandaag? Mijn inspiratie vandaag is haar t-shirt. Ik laat me inspireren door letters. Okay. En die versier ik. Waarom is het belangrijk dat we blijven tekenen? Ik kan het alleen voor mezelf zeggen eigenlijk, maar mij geeft het echt rust in mijn hoofd. Gewoon kijken, wat zie je en hoe ga ik dat neerzetten? Dat is gewoon heerlijk. En het kind laten spreken in jezelf. Gewoon al die volwassen dingen gewoon even... Met het kind in jezelf... Ja, het is gewoon echt al die stomme volwassen dingen gewoon even wegschuiven. En je bent alleen maar bezig met je potlood en je papiertje en voor de rest gebeurt er niks. Even. Ik denk dat het goed is om terug te komen bij je kind zijn. En... Gewoon het lekker te laten gaan. En dan lekker buiten de lijntjes tekenen ook? Ook, ja, zeker. Wanneer is er weer een sketchcrawl? Ja, dat is het leuke, dat weten wij nog niet. Die Enrico Casarosas, waar ik het net over had, die prikt iedere keer een datum. Dat is ongeveer iedere 3 maanden. Dus het zal ergens in januari zijn, maar de exacte datum weten we nog niet. Dus elke 3 maanden is het in Zwolle, voorlopig in ieder geval? Voorlopig wel. Ja, dan zijn we wel van plan, ja. Dan zitten we met z'n tweetjes, we gaan gewoon door. Ja.